Heb je altijd al vragen gehad over sommige dingen, maar ben je te lui om ze te googlen? Wees gerust, wij hebben in deze video 20 interessante feiten voor je op een rijtje gezet. Het enige wat je hoeft te doen is deze video goed bekijken. Je kan er een hoop van leren. 20. Overleven zonder water. We horen altijd dat een mens grotendeels uit water bestaat en dat we genoeg water horen te drinken. Ons lichaam heeft water nodig om überhaupt te overleven. Heb jij enig idee hoe lang een mens zonder water kan? Dat is blijkbaar niet lang. Ook verschilt dit per persoon. Het hangt af van onder andere je leeftijd, gewicht, gezondheid en het weer. Uiteraard telt water in eten ook mee. In het algemeen kan een mens maar maximaal 21 dagen zonder water. Dit zou echter ook maar een paar dagen kunnen zijn. Drink dus genoeg water, want je lichaam heeft het nodig. Voortaan maar die cola afwijzen en kiezen voor een glas water. 19. Pasgeboren baby's kunnen zwemmen. Aangezien we het toch over water hebben, je hebt vast wel eens eerder gehoord dat pasgeboren baby's kunnen zwemmen. Heb je ooit geweten waarom? Baby's onder de 6 maanden kunnen echt al zwemmen. Dit komt doordat ze niet zo lang geleden 9 maanden hebben gezwommen in de vloeistof van hun moeders buik. Als ze dan op jonge leeftijd in het water worden gegooid, hebben ze een reflex dat ervoor zorgt dat ze vanzelf weer boven water komen drijven en gewoon kunnen zwemmen. 18. Kleine kinderen leren talen sneller en beter dan volwassenen. Ben jij wel eens jaloers geweest op kleine kinderen die zo gemakkelijk een taal kunnen leren? Voor ons volwassenen kost het altijd veel moeite. Kleine kinderen leren een taal altijd veel sneller en beter dan volwassenen. Dit komt omdat kleine kinderen op die leeftijd een brein hebben die elastischer is en sterk bezig is met vormen. Ze zijn daarom gevoeliger voor informatie en verwerken het ook beter. 17. Wakker worden en een andere taal spreken. Het is echter ook een paar volwassenen overkomen dat ze snel en vloeiend een taal konden leren. Alleen wel op een eigenaardige en bijna onverklaarbare manier. Er zijn een paar mensen die nadat ze wakker zijn geworden uit een coma, na een klap plotseling een andere taal vloeiend spraken en hun moedertaal vergaten. De meeste van hun hadden deze taal in het verleden wel een beetje geleerd, maar waren verre van vloeiend. Er wordt gedacht dat dit komt doordat de ene helft van het brein, waar de moedertaal is opgeslagen, meer was beschadigd dan de andere helft van het brein. 16. Waren mensen oorspronkelijk apen? Misschien dat je het wel eens eerder hebt gehoord, maar het niet wilde geloven. Er wordt soms gezegd dat mensen van de apen afstammen, maar in hoeverre is dit waar? De mens heeft dezelfde voorouders als de apen. Tientallen duizenden jaar geleden waren er apen waar wij allemaal van afstammen. Dus je zou wellicht kunnen zeggen dat mensen inderdaad oorspronkelijk apen waren. 15. Wat kwam eerst? De kip of het ei? Nu we het over de oorsprong van dingen hebben, ken jij de discussie over de kip en het ei? Er is al jarenlang een discussie over of de kip of het ei eerder was. Bij deze eindigen we deze discussie voorgoed. Er wordt gedacht dat er 2 verschillende vogelsoorten waren die een ei legden en daaruit kwam de eerste kip. Dus het antwoord is, het ei kwam eerst. 14. Het allereerste muziekinstrument. Altijd al benieuwd geweest naar wat het allereerste muziekinstrument was? Het is de fluit. De eerste fluit, en dus ook het eerste muziekinstrument, werd ongeveer 42.000 jaar geleden voor het eerst gemaakt. Het werd voor het eerst gemaakt in het zuiden van Duitsland. De fluit bestond uit de botten van vogels en het ivoor van mammoeten. Had je dat gedacht? Kunnen wij nu dus naar muziek luisteren dankzij een paar vogelbotten? 13. De eerste computer. Er wordt gezegd dat de eerste computer uitgevonden is in 1946 door de Amerikaanse John W. Moakley en J. Presper Eckert. Zij waren 2 wetenschappers aan de Universiteit van Pennsylvania. Deze computer zag er natuurlijk niet zo uit als de computers die wij kennen, maar het is wel een beetje vergelijkbaar. Deze was echter een stuk groter en zwaarder en werd ook wel de ENIAC-machine genoemd. Deze machine wordt vaak beschreven als reusachtig. De laptops die we nu gebruiken zijn toch een stuk praktischer, vind je ook niet? 12. Vliegangst. Een andere interessante machine is het vliegtuig. Bij een vliegtuig komt vaak jammer genoeg ook vliegangst kijken. Heel veel mensen hebben het. Het is moeilijk om er vanaf te komen. Mensen met vliegangst zien zichzelf vaak zonder dat ze enige controle hebben naar beneden storten en in een vliegtuigongeluk belanden. Vaak gaan ze geen eens vliegen vanwege deze angst. Maar hoe rationeel is vliegangst eigenlijk? Wij doen eigenlijk meer dingen die veel gevaarlijker zijn dan vliegen. Vliegen is zelfs het veiligste transportmiddel dat er is. Er is een veel grotere kans dat je ongelukken krijgt met de auto of fiets. De kans dat je overlijdt door een bijensteek is zelfs groter dan een vliegtuigongeluk. 11. Marsmannetjes. Een vraag die men zich al jaren afvraagt is, bestaan marsmannetjes? Dit is een vraag waar geen 100% zeker antwoord kan worden gegeven, maar er zijn wel interessante theorieën over. NASA heeft in 2018 gezegd dat marsmannetjes vroeger waarschijnlijk echt hebben bestaan. Er is organisch materiaal gevonden op Mars, waardoor zij beweren dat dit bewijs is voordat er leven was op deze planeet. Je zou dus kunnen zeggen dat het een feit is dat marsmannetjes hebben bestaan. 10. Het regent diamanten op Saturnus en Jupiter.
Er is ook wat bijzonders gevonden op andere planeten. Onderzoekers hebben ontdekt dat de regen op de planeten Saturnus en Jupiter soms erg bijzonder en waardevol kan zijn. Het regent er af en toe diamanten. Bliksemstormen kunnen methaan, een koolwaterstof, veranderen in roet, oftewel koolstof. Tijdens het vallen wordt dit harder en verandert het uiteindelijk in diamant. Vielen er soms maar diamanten uit de lucht op onze aarde? Dat zou handig zijn voor iedereen die gratis waardevolle sieraden wil hebben. 9. Kristal. Nu we het toch hebben over mooie glimmende dingen, weet jij eigenlijk hoe kristal wordt gevormd? We zien allemaal hoe prachtig kristallen zijn, maar weinigen van ons weten hoe ze eigenlijk zo zijn gevormd. We hebben het hier niet over superkleine kristallen zoals suiker en zout, want die zijn dat officieel ook. Maar we hebben het over de waardevollere kristallen. Kristallen bestaan aanvankelijk uit vloeistof en ontstaan wanneer bepaalde moleculen samen eerst koel en dan hard worden. De moleculen komen samen, vormen bepaalde patronen en ze veranderen in prachtige kristallen wanneer ze hard en afgekoeld zijn. 8. Sneeuw. Aangezien we het over kristallen hebben gehad, kunnen we ook meteen uitleggen hoe een kristalsoort wordt gevormd die we wat beter kennen, sneeuw. Heb jij je ooit afgevraagd hoe sneeuw eigenlijk ontstaat? Sneeuw zit aanvankelijk in de wolken. Wanneer minuscule ijskristalletjes in wolken aan elkaar blijven plakken, wat vaker gebeurt als het weer koud is, dan vallen ze op de grond. Hoe meer ze aan elkaar plakken, hoe zwaarder ze worden en hoe makkelijker ze uiteindelijk op de grond kunnen vallen. 7. Hoofdpijn bij het eten van iets kouds. Brr, ik heb het al koud aangezien we het over sneeuw hebben gehad. Alhoewel, als mens houden we wel vaak van koude dingetjes als ijsjes. Soms, als we als mensen iets superkouds eten, dan voelen we een soort hoofdpijn. Heb je dit ooit ervaren? Het staat ook wel bekend als een brain freeze. Je brein doet dit om je te beschermen. Wanneer je iets te snel eet wat te koud is, dan geeft je brein een soort schok of hoofdpijn om het af te remmen. Je brein geeft je dan nog een extra kans om op een veiligere en gezondere manier te eten. We weten hoe lekker ijs is, maar neem de tijd ervoor zodat je er extra van kan genieten. 6. Koudste temperatuur ooit. We gaan het nog één keer over de kou hebben en dan gaan we gewoon lekker door naar een warm onderwerp. Weet jij wat de koudste temperatuur ooit is? De koudste temperatuur die ooit gemeten is min 89,2 graden. Dit is gemeten in Antarctica op 21 juli 1983. Ik moet er niet aan denken om dat mee te maken. Het is moeilijk om je voor te stellen hoeveel paar sokken je zou moeten dragen met zulk weer. 5. Warmste temperatuur ooit gemeten. Zo, eindelijk iets warms. Alhoewel, deze temperatuur klinkt ook niet erg comfortabel. Heb je je ooit afgevraagd wat de heetste temperatuur op aarde is? De heetste temperatuur die tot nu toe ooit is gemeten is 56,7 graden Celsius. Buiten zijn met dat weer zal waarschijnlijk voelen alsof je in een oven zit. Deze temperatuur is gemeten in Amerika, in de Death Valley woestijn in Californië. Dit is gemeten op 10 juli 1913. Er wordt gezegd dat er ook andere plaatsen zijn die zo'n soort temperatuur hebben opgemeten. Ik zou me in ieder geval niet op zo'n plek willen bevinden. 4. Bruin worden in de zon. In de zomer liggen de meeste mensen graag op het strand om een kleurtje te krijgen. Maar hoe kan het eigenlijk dat je huidskleur donkerder wordt in de zon? De zon heeft UV-stralen die op je huid schijnen en het penetreren. Je huid probeert zichzelf vervolgens hiertegen te beschermen door melanine te produceren. Deze melanine zorgt ervoor dat je huidskleur donkerder wordt. 3. Grootte van een oceaan. De oceaan staat bekend als een groot onderdeel van de wereld dat erg mysterieus is. We zien hoe groot een oceaan is als we op de wereldkaart kijken, maar het is veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Misschien lijkt het soms alsof er meer land dan zee is, maar dat is niet het geval. De wereld bestaat namelijk 70% uit oceaan. Om het nog mysterieuzer te maken, blijkbaar is maar minder dan 5% van de oceaan ontdekt. 2. Drijvende vuilnisbelt. We weten allemaal waar afval hoort, gewoon in de prullenbak. Maar waar gaat het daarna naartoe? Blijkbaar is er een ontzettend grote drijvende vuilnisbelt in de noordelijke Grote Oceaan door al het afval van mensen. Dit is ongeveer net zo groot als Frankrijk en Spanje samen. Deze vuilnisbelt bestaat voornamelijk uit plastic. Dit is dus wat ze bedoelen als ze zeggen dat wij als mensen geen plastic meer moeten gebruiken, want kijk wat ermee gebeurt. Bizar, voortaan toch maar die plastic zak afwijzen. Ben je trouwens al geabonneerd op ons kanaal? Klik ook op het belletje om als eerste de leukste video's te zien. 1. Toiletafval uit een vliegtuig. Heb jij je ooit afgevraagd waar het afval van een toilet uit een vliegtuig gelaten wordt? Als je ooit in een vliegtuig hebt gezeten, dan weet je hoe het gaat. Je drukt op het knopje naast de wc om door te spoelen en daarna wordt alles weggezogen. Maar waar gaat al het afval vervolgens naartoe? Heb je een keer gedacht dat dit afval gewoon buiten in de lucht wordt gegooid? We hebben het allemaal wel een keer gedacht, maar gelukkig is dit maar een gek idee dat helemaal niet klopt. Het gaat naar een soort tank die groot genoeg is voor al het afval. Nadat het vliegtuig is geland, wordt het geleegd. Dit gebeurt elke keer. Het vliegtuig en zelfs het toilet van een vliegtuig worden goed onderhouden. Er wordt dus gelukkig niks naar beneden gegooid tijdens het vliegen. Welk feitje vind je het interessantst?
Laat het ons weten in de comments. We zijn er erg benieuwd naar. Met deze informatie kunnen we in de toekomst ook meer op zoek gaan naar interessante feiten, zodat je altijd de leukste video's kunt zien. Bedankt voor het kijken en we zien je morgen graag weer terug met een nieuwe video.